Uit de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 zijn er wijze lessen te leren. Volgens historicus Judy Samson moeten politieke partijen die aan de macht komen leren om in het Surinaams belang te handelen en niet in groepsbelang. Samson sprak afgelopen vrijdag tijdens een discussieavond van de NPS. De historicus geeft aan dat de partijen die nu in de regering zitten moeten kunnen bewerkstelligen dat de Surinaamse natie voordeel heeft aan hun zittingstermijn. Nooit en te nimmer moet het probleem zich weer gaan voordoen van perikelen, branden, gijzelingen, ja, omdat er onvrede is over het beleid van een regering. In deze tijd, dit is een zeer moeilijke tijd in Suriname. De koers is bijna 30 of al 30. Vele mensen hebben moeite om het hoofd boven het water te houden. Mensen die niet uitkomen met hun salaris. Het is makkelijk om te praten wanneer je aan de zijkant staat. Maar als je zelf deel bent van de regering, weet jij hoe moeilijk het is. Maar lessons learned. We moeten respect hebben voor elkaar. En als er problemen zijn, moeten we proberen om die binnenshuis op te lossen. Het is moeilijk. Maar nationalistisch bezig zijn betekent niet alleen maar zijn voor de partijen die de meeste zetels hebben gewonnen. Of de partijen die het voor het zeggen hebben. Want op dit moment, als we kijken naar die Surinaamse samenleving, dan is iedereen in Suriname heeft problemen met de economie. En dan denken we niet aan, het is die hun die staan en die Chinees alleen. Nee, het Surinaams volk heeft het zeer moeilijk. En dit is dan een oproep aan de regering om haar best te doen. Het is moeilijk, maar het volk heeft het moeilijk en het volk wil verlichting. Samson riep de regering op om in het kader van nationalisme met daden te komen die niet alleen in het voordeel zijn van één groep, maar ten voordele van de gehele natie. Ze geeft ook aan dat de onafhankelijkheid niet zo gewild was door een ieder. Ze wijst erop dat er geen sprake was van een Surinaams nationalisme. Samson meent dat er sprake was van een Hindoestaanse en een Creoolse nationalisme. Tijdens het streven naar onafhankelijk worden. En dit noem ik een Hindoestaans nationalisme. Ik ga u uitleggen waarom. Aan de ene kant hebben we de Creolen die streven naar onafhankelijkheid. Maar als ik kijk naar de Hindoestaanse broeders, dan begrijp ik hun ook waarom. Ze zijn tegen die onafhankelijkheid. En op allerlei manieren hebben ze geprobeerd om dat tegen te houden. Ze hebben geprobeerd om aandacht te vragen voor hun kant van de zaak. Als u kijkt naar die maatschappij van toen, ze zaten niet in de regering. Daarom heb ik aan het eind bij mijn conclusie ook aangegeven. Wanneer men niet vertegenwoordigd is in een regering, dat als bedreigend werd ervaren. Dus dat werd ook meegegeven aan de groep. Wij zitten niet in de regering. En als we onafhankelijk worden, op dat moment is de politieke en zowel de economische macht in handen van de Creolen. Dus hoe zal het ons vergaan na de onafhankelijkheid? De NPS heeft de discussieavond georganiseerd in aanloop naar 47 jaar onafhankelijkheid. Het thema was de onafhankelijkheid van Suriname, 25 november 1975. Het doel van de lezing was om meer helderheid te verschaffen over de zaken voorafgaand aan de onafhankelijkheid en waarom die keuze is gemaakt.